Hallo, mijn naam is Nico Kuipers. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je automatisch een client kunt maken die hoort bij een webservice. De webservice is de Web Calculator. Deze Web Calculator heeft vier methodes die als service worden aangeboden. Een methode voor het optellen van twee getallen, aftrekken van getallen, producten berekenen van getallen en om de wortel te berekenen. In het geval van berekening van de wortel is een negatief getal niet toegestaan. In dat geval wordt er een exceptie opgegooid. Deze exceptie is hier gedefinieerd. Om van deze webcalculator een webservice te maken, moeten we twee dingen doen. Als eerste moeten we met behulp van annotatie aangeven dat deze klasse een service wordt. Dat doen we met apenstaart webservice. En vervolgens moeten we hem nog publiceren in een hoofdprogramma. Dat doen we hier. We definiëren de URL waarop hij beschikbaar gesteld moet worden. In dit geval gewoon localhost en port nummer 8080. En hij krijgt de naam webcalculator. Het enige wat er nu nog moet gebeuren is publiceren door middel van endpoint publish. Dit is de URL en dit is dan de instantie van de webcalculator. Laten we deze webcalculator is draaien. Hij is nu beschikbaar gesteld als webservice. En dat kunnen we als volgt zien. We kopiëren deze URL in onze webbrowser. Hier heb ik mijn webbrowser. Wat ik nu nog moet doen, is achter het URL vraagteken WSDL toevoegen. En we krijgen dan de WSDL-file te zien. De WSDL-file is hetgene wat je nodig hebt om de webservice aan te roepen, maar ook om de code van de client te kunnen maken. En hier zie je bijvoorbeeld dat er messages gedefinieerd worden om een aanvraag te doen om twee getallen bij elkaar op te tellen. Of af te trekken, of te vermenigvuldigen, enzovoort. Deze WSDL-file hebben we ook nodig om de client te maken. Laten we dat maar eens doen. We maken een nieuw project aan. Het is gewoon een Java-project. En dat Java-project krijgt de naam Calculator Client. Hier zie je een nieuw project met de Calculator Client en daar de main-methode van. Van deze Calculator Client willen we nu een echte webservice client maken. Dat doen we als volgt. We selecteren hier nieuw webservice client. En hier bij WSDL URL voegen we weer dezelfde URL in. Daar hebben we de URL van de webcalculator en we voegen weer vraagteken WSDL toe. Klik op finish. Nu wordt er op basis van de WSDL file een heleboel code gegenereerd en nog wat andere informatie. Dit is wat meta-informatie over waar de webservice te vinden is. En hier vind je gegenereerde code. Hier bijvoorbeeld code die je nodig hebt om de methode add aan te kunnen roepen. En de juiste argumenten door te kunnen geven en dergelijke. Hieronder kunnen we zien welke webservices allemaal geleverd worden. Hier heb je de webcalculator weer. En de service die erbij hoort. De port. En hier heb je de vier methodes die we remote aan kunnen roepen. Om deze methodes te kunnen gebruiken, gaan we weer naar de Calculator Client, naar het hoofdprogramma. En we slepen deze methodes in het hoofdprogramma. Deze was voor het optellen, voor het aftrekken, om de wortel te berekenen en om te kunnen vermenigvuldigen. Laten we nu maar eens een voorbeeld maken om deze te gebruiken. We introduceren twee variabelen. En we gaan deze variabelen bij elkaar optellen. En dat doen we door de methode add aan te roepen. En we kunnen het resultaat naar het scherm afdrukken.
De som van A en B. Is dit. Laten we dit programma maar eens draaien. Run. En inderdaad, de output is som van 6 en 7 is 13. We kunnen ook bijvoorbeeld de wortel berekenen. En het resultaat op het scherm laten zien. We zien hier een rood kringeltje, wat aangeeft dat er mogelijk een exceptie opgegooid kan worden. Die exceptie moeten we natuurlijk netjes opvangen. Dat kan op deze manier. Of dat kan met een lokale try-catch op deze manier. Laten we dit maar eens doen. Nu kan het zijn dat die route niet gedefinieerd is. Dus laten we die even definiëren. Programmetje opnieuw draaien. En inderdaad, de wortel van 9 is 3. Als we een negatief getal meegeven, dan verwachten we dat er een exceptie wordt opgegooid. Dus laten we nu het programma opnieuw draaien. En inderdaad, we zien dat er een negative number exception wordt opgegooid. Zo, ik denk dat jullie nu verder zelf aan de slag kunnen. En zelf nu een client kunnen maken die via SOAP met een webservice kan praten. Ik wens jullie veel succes daarbij.